Even een microfoon testen, hoor. Ja, doet hij het? Ja, ik weet niet. Mooi. Gok erop. Ik hoop het. Kun je niet spelen? Gruno. Gruno? Ja. Groningen. Ja. Hmm. Oh, ik denk ik heb het fout. Ik denk, is het zo. Ja. Wat weet je van Gruno? Nou, dat ze de aardig wat puntjes hebben gepakt, hè? Ja. We hebben uit 2-2 gespeeld. Hmm. Maar we moeten winnen, vond ik. Ja, vond ik ook, ja. Dus, die revanche vandaag. En Kosten. Ik had alleen willen interviewen, maar... Nee. Nee, niet doen. Ja, vandaag weer een klein potje, we hebben er al gehad. Niet een kater? Sorry? Niet een kater? Kater? Nee, 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 nee. Nee. Zuur. Die kater? Oh, niet kater. Ja, die hebben wel een kater. Het speelt, jongens. Waar is dit? Hey, kom maar. Dag, jongens. Hè? Ga je niet voetballen? Nee, ik heb hamstringblessure. Twee weken. Nee. Je sprintte achter Sahana aan en toen was het opeens. Knal? Ja, knal er zo in. Wat jongen, wat gedaan? Het gebeurt ook niet 25 seconden. Ja. Tom? Hoeveel is het geworden, Tom? Lekker, hè? 7-1. Scoort of niet? Nou, beterschap, Maarten. Dankjewel. Dat gaat iedereen een hand geven. Gaat wel goed. Wel wachten, hè, Lies. Dat is, ja, nou, komt wel goed. Je moet het wel op de rust laten. Ja, ja. Ik denk dat je chronische problemen. Zijn fietsje ook wel. Chronische problemen? Chronisch. Chronische problemen hebben we hier aan de andere kant. Die hebben we hier op. Chronische problemen. Genaal. Man. Eerste minuut? Ja. Eerste balcontact uit van die gasten. Ja, chronische problemen. Groningse problemen. Nou, zullen we naar de kroeg? Ja, we gaan even naar de kroeg, ja. Groningen Boys. Groningen Boys, hè? Groningen Boys, ja. Dat is de concurrent. Hij is nou 2-2, ruststand. Oké. Okay. Ja, dus, ja, dat is in de gaten. Ja, ja, gaat erom, hè? Ja, daarom. Op dezelfde sportpark. Ja, ja, ja. Recht naast elkaar, dat ja. Zag ik de vorige keer. Ze wouden graag naast ons zitten. Ja. Ja, hè? We zijn wel bezig geweest met fusie. Ja? Niet maar niet geworden. Nee. En eigenlijk moet er veel meer gefuseerd worden in de stad bij ons. Ja, ja. Er zijn wel 34, 35 clubs. Oh ja? Ja. Ja, we moeten regelmatig naar Groningen, inderdaad. Ja, precies. Nou, wij naar Leeuwarden. Leeuwarden. We hebben ook wel 5 keer heen. Kun je niet peilen, Volwaard? Niet peilen? Nee, maar heel goed hoor. Studentenclub, ja. Ja, ja, vorige week Forward. Dikke klop. Daar weer geleden. Ja. 7-2. 7-2, ja. Ja, ook nog niet eens geflatteerd hoor. Nee? Nee. Op, Huisman! Niet zo lang, hè? Nee. 208. 208, nee. Topscoorde bij tweede? Ja, topscoorde. Hoeveel doelpunten heb je gemaakt vandaag? Vandaag 2. 2? Ja. Doelpuntenmakers hebben we nodig. Weet je? Ja. Oh, daar staat Mo. Ja, die doet niet mee helaas. Ja, misschien moet je even solliciteren.
Bij het eerste? Ja. Nee, joh. Dat gaat nog iets te ver. Oh. Eerst maar volledig in het tweede, dan kijken we bij het eerste. Ja, dan moeten we natuurlijk Jos... Ja, moeten we hem even aankijken. Jos kijkt niet. Jos kijkt niet, nee. Jos heeft er geen zin in. Sorry. Hey, mooie bril, man. Dank je. Is dat voor die 3D-film hier, of niet? Ja. Ja, het ziet alles haarscherp af. Ja. Ja, ik moet even ouwe horen, want... Want? Ja, anders moet ik die wedstrijd filmen. En? Daar zijn we niet voor, hè? Dat doen we niet aan. Sorry. Niet te veel de diepte in, hoor. Dit is hetzelfde. Nou, laat hem maar dansen hoor, laat hem maar dansen. Harry! Ja, Thomas Brilsma, hè? Moet wel even, Thomas. Is het zo? Ja, je hebt bij ons gevoetbald, toch? Zeker. Ja, 1 jaar? 2 jaar? Jij mag erbij, hoor. Dank. Nee? Ja, 2 jaar denk ik. 2 jaar in het eerste. 2 jaar? Ja. Ja. Mooie tijd. Jij bent broer van Sjoerd, toch? Ja. Dat moeten we er even bij zeggen. Zeker. Thomas zeker. Brilsma. Voorstopper momenteel? Laatste man? Sjoerd, ja. Verdedigende middenvelder. Ja. Is het Frenkie een beetje? Of, ja, ja. Hij heeft die flair ook wat, hè? Ja? Ja. Ik hoop dat hij nog even blijft hier dan. Ja. Ja, wat zou hij zelf ambiëren? Ik weet het niet. Ik weet niet of hij die dromen nog heeft. Die waren er vroeger wel. Ja. En misschien de overstap naar Groningen binnenkort? Studentenvoetbal, Voorhoord? Voorhoord? Dat heb jij ook nog voetbal? Is zo. Een jaartje. Ja, een jaartje, ja. Maar dat lukte niet. Heb echt, ik daarom die trui aan gedaan? Ja, misschien wel. Misschien is het allemaal toeval. Ja. Ja. Nou, bedankt voor het interview, Thomas. Ja. We zien je niet zo vaak meer hier, dus... Klopt. Je moest er even op. Maar het jeukt toch wel een beetje als je hier bij de velden staat. Ja? Ja. Dat is leuk. Dus je kan aansluiten. Is het zo? Heb je nog spelers nodig? Ja, we hebben wel spelers nodig. Ik weet niet waar ik op de uit de voeten kan momenteel, maar... Ja. Nou, we hebben al wat vakante posities. Ik zie toch 11 mannen, ik zie toch 11 mannen in het veld staan. Ja, ik heb je nog niet naar de wedstrijd gevraagd. Oh. Wil je nog wel even naar de wedstrijd vragen? Wat vind je ervan? Nou, ik ben blij dat het 2-1 staat in ieder geval. Ja. 1-2. Ja, ze kunnen nog voor een punt gaan. Precies. Nog 20 minuten. Wat? De zon gaat weg, het wordt hier een beetje koud. Ja, oh. Uh-oh. Ja. Nou, we moeten toch naar huis zo. Ja, we gaan naar huis zo. Ja. Helaas. Wie is je favoriet? Andy. Wie? Ja. Van Persie? Andy ook. En jammer. Jammer. Dat was wel een hele grote kans, hé. Ja. Maar kon hem zo binnenkoppen. Ja, nee, in de paarsjes, een beetje oud-westen is dat daar. Het centrum is niet te betalen. Niet te betalen, nou, het is nergens te betalen hoor, maar het centrum ben je ook eigenlijk niet meer. Waar hebben ze dat? Je bent al afgestudeerd? Ja, ik ben al afgestudeerd, maar voor de tweede studie ben ik al. Gaat Bos het nog scoren, denk je? Weet niet. Nee, weten we niet, hè? Ze hebben wel een vrije trap, zullen we kijken? Ja. Doet wat en, ik hoop dat deze erin gaat. Ik denk het ja, precies. Ja, denk je het wel? Nee, maar, ik denk het ook wel dat hij erin gaat, want Eske neemt hem. Denk je, even bij broer kijken? Ja, ik was hem. Ja! Nou, mis hem weer, hè? Ja, ik wil hem. Links boven. Scoort hem dan weer? Ja, scoort hem wel, hè? Dat had je goed gezien, vriend. Ja, meer in het weekend kon niet zo goed uit. Maar mijn doelpunt, dat staat toch gelijk. Maar ik vind het wel jammer, als hij hier staat, dan is het toch wel even... Ja, wat een mooie in. Ja, wie weet. Ja, wat ja. Een mooie in. Ja. Pas, Huske. Hoi, hè. Hoi, hè. Hoi. Maar zo. Hoi, Jurk. Hoi. Ja. Kom de zon, ja. Ja, daar hadden ze iets aan hun best moeten doen. Wat is het? De laatste 10 minuten. Ja.
Afgelopen ja. Dat was toch wel helemaal. Ja, hij heeft blik. Berend. Hey jongen. Wat vindt Berend ervan? Ja, eentje meer erin schoppen. Ja, ze hebben in de tweede helft zeker genoeg kansen gehad. En vlak voor de rust was het even jammer. Ja. Maar Paul de Hoek voor het uitzoeken. Ja. Hij skiert hem net op de keeper. Nummer 19. Oh, hij staat erop, ja. Ik wilde hem niet af, heb ik al gezegd. Ik wil hem niet. Heb je nog wat? Kortkap. Ja, te weinig tijd. Tijd is het sleutelwoord. Ja, tijd is het sleutelwoord, ja. Schoot jij die vrije trappen nou in? Ja, terecht, staat je op film? Ja, goed ja? Ook, ja. Ja. Dan ga ik hem kijken dit keer. Ja, dan moet het zomaar. Kutzooi. Hadden we wel moeten... Hadden we minimaal een punt verdiend ook. Ja, had nog wel gekund ook. Eerste helft was? Heel slecht. Ja, dat was echt heel slecht, ja. Dat was echt heel slecht. Ja. Misschien nog even wennen, allemaal nieuwe poppetjes op een nieuwe plekje. Ja, veel blessures, maar... Dat is wel matig. Dat hebben we wel gevochten. Ja, kan je hem gewoon nog een punt halen ook. Ja, sterker nog, je had hem moeten halen. We hebben 200% kansen gemist. Ja. Even kijken of we nog een biertje kopen. Ja, dus...